Hallo allemaal, om jullie toch aan de gang te houden zolang wij gesloten zijn, zullen wij regelmatig workouts posten op social media, zodat jullie thuis kunnen trainen. Ik probeer ze zo te doen dat iedereen ze kan doen, dat we ze nu ook aan kunnen passen op niveau. En omdat wellicht niet alle oefeningen duidelijk zijn voor iedereen, zal ik ze in de filmpjes toelichten als dat nodig is. De workout van vandaag is voor tijd, dus ik ga proberen zo snel mogelijk de oefening te doen. 75 air squats, 100 push-ups, weer 75 air squats, 100 sit-ups en vervolgens eindig je weer met 75 air squats. Zijn de aantallen te veel voor je, dan kun je ze natuurlijk aanpassen naar wens. Bijvoorbeeld 35 voor de squats en bijvoorbeeld 50 voor de push-ups en de sit-ups. De bewegingen, ik zal ze even kort uitleggen. De squat, de basis, je gaat met je voet op schouderbreed staan, tenen mogen een klein beetje naar buiten wijzen. Je gaat met je billen naar achteren en naar beneden. En als het kan, probeer je door te zakken tot je met je heup onder kniehoogte bent. Lukt dat niet, dan probeer je dat te doen zo diep als je kunt. Met een zo recht mogelijke rug. Let erop dat je knieën niet naar binnen gaan. Probeer ze in lijn met je tenen te houden. Buikspieren aanspannen. En goed omhoog komen. Ja, let erop dat het gewicht niet te veel naar de bal van je voet gaat. Probeer zoveel mogelijk in de hak te blijven. Wat betreft de push-ups. Je zet je handen naast je lichaam. De hoogte van de borst, buikspieren aanspannen, tik met de borst de grond aan en je strekt hem er helemaal uit. Ja? Let erop dat je niet in je rug gaat hangen, dat je goed die buikspanning houdt. Is dat te zwaar, dan kun je kiezen voor twee opties. Of je doet hem op je knieën, ja? Maak je dezelfde beweging en hem opstrekken. Of je doet hem op een verhoging. Ik heb hier een box, misschien even thuis op de tafel kunnen doen, rand van je bed. Kijk even wat je ter beschikking hebt. De beweging blijft hetzelfde. Vanaf hier buikspieren aanspannen, doorzakken. Je tikt even met je borst aan en je strekt eruit. Ja? Let er bij deze op dat je niet te hoog in je schouders hangt. Blijf borsthoogte zitten. Ja? Schouders laag houden, aantikken en weer opstrekken. Ja? Tot slot de laatste oefening, de sit-ups. Je doet je voeten tegen elkaar aan. Je laat je knieën naar buiten vallen. Je tikt de grond aan, je komt omhoog tot je helemaal rechtop zit. Ja? Is dit te zwaar voor je? Kun je er eventueel voor kiezen voor een crunch? Je doet je onderrug de grond in, buik aanspannen, je komt omhoog en weer gecontroleerd laten zakken. Ja? Omhoog komen en weer terug. Een andere optie is om iets op je voeten te leggen, wat het wat zwaarder maakt. En dan kun je wat makkelijker overeind komen. Ja? Ik hoop dat het duidelijk is. Heb je nog vragen, hoor ik ze graag. En we zien natuurlijk graag je sporen in de comments. Succes!